Hi iedereen, het is vandaag weer een nieuwe dag om te vloggen. En deze keer is het ietsje anders, want ik ben in een heel ander land. Ik ben namelijk in Denemarken. Tara is er niet bij, maar ik heb wel een andere gezellige reisgenoot. There she is! Wij zijn in Kopenhagen, we zijn gisteren aangekomen en we hebben vandaag nog en morgenavond vliegen we weer terug. Dus dan hebben we ook nog wel een hele dag. En ik dacht, ik neem jullie gewoon vandaag mee in deze vlog. We zijn nu in onze hotelkamer, we gaan zo meteen eventjes lekker ontbijten. En de rest van de dag gaan we de fiets opstappen en hopelijk een beetje shoppen. We zitten nu lekker aan het ontbijtje. Dus ik dacht, ik laat eventjes jullie zien wat ik heb uitgekozen van het buffet. Ik heb hier een bakje met wat gezonde cornflakes en wat besjes, mandelen en wat suiker. Ik heb hier een bakje met porridge. Dus dat is een lekkere goede bodem voor vandaag. Hier zat lekkere vers geperste appelsap in, maar ik had zo'n dorst dat hij al op is. Smoothie, een yoghurt met compote, een theetje, echt super schattig. En Serena heeft dat bordje inmiddels ook wel een beetje op. Ja, ik moet wel zeggen, het eten is echt heel lekker hier. Alles is biologisch en er is genoeg keus. Dus ik heb echt heel lekker gegeten. Nou, we zijn weer even terug in onze hotelkamer. Er is hier iets buiten het raam een beetje aan het brommen. Ik weet niet wat het is. We hebben dus weer even opgefrist. En we gaan even buiten outfitfoto's maken voordat we zo meteen echt op pad gaan. Dit is het shirt dat jullie in de laatste video van hiervoor hebben kunnen zien. En die heb ik nog niet laten zien in een echte outfit. Dus dat denk ik wel heel erg leuk om dat nog eventjes ook te laten zien in de outfitpost. Dus wil je deze outfit zien, dan moet je eventjes naar kittyscupcakes.nl. Daar zal deze outfit denk ik wel al online gaan staan. En ja, daarna gaan we lekker op pad. De zon is in ieder geval aan het schijnen. Ik weet niet helemaal zeker hoe warm het echt buiten de deur is, maar het voelt echt heerlijk aan. En ik zal jullie anders eventjes nog wat laten zien hoe het hier uitziet. Aha, dit is dus de boosdoener. Lekker zonnetje. We hebben net outfitfoto's geschoten, dus ik dacht ik laat jullie even een preview zien. Ze zijn echt super gaaf geworden. En sowieso is het altijd echt heel erg leuk om in het buitenland outfitfoto's te schieten, zodat je lekker een andere achtergrond hebt. Dus dit zijn ze geworden. Yeah. Maar kijk vooral eventjes op onze blog als je het eindresultaat wilt zien. Nou, hier staan onze fietsjes. Of de fietsjes van het hotel. En wij hebben onze eigen fietsjes. Met hip mandje. Heel functioneel ook trouwens. Dus we gaan lekker op pad. En we gaan die kant op. Hoor je dat? Ik sprak deze, oh, yeah. Deze met haar. Echt waar? Wat ik zei je? Ik zei, oh, het is goed. En toen hoorde ik, oh, ik vind het goed. Echt Deens gesprek gehad. En zoals je hier kan zien zijn de fietspaden gewoon heel erg prettig en duidelijk. Het staat helemaal safe. Nou, we zijn inmiddels aangekomen op een soort van Kalverstraat. Deze straat heet Stroget. Stroget. Gewoon een hele brede straat vol met allemaal winkels. En het is wel heel erg leuk om even te kijken. En niet allemaal bekende winkels voor ons. Dus dat is ook wel altijd heel erg leuk. Ja, toevallig hier een Adidas. Ik zie allemaal Rebecca Minkoff tasjes. Zo mooi. Hier beneden heb je dus een grote Sephora. Maar we hadden niet echt hier wat nodig. Maar wel heel erg leuk om weer een Sephora te zien. Nou, we zijn momenteel in de Sostrena Grana winkel. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Maar het is een soort van mix tussen Senos, Flying Tiger, dat soort dingen. En ik zie allemaal superleuke dingetjes voor redelijk kleine prijsjes. Ook allemaal leuke schoolspulletjes, dingetjes voor in de keuken. Echt van alles en nog wat. Serena heeft alvast een mandje gepakt voor als we iets vinden. Maar kijk dan zo leuk. Ik zit inmiddels eventjes buiten de winkel. En we hebben een paar kleine dingetjes gekocht. Maar ik ga jullie niet in deze vlog laten zien wat ik heb geshopt. Want ik denk als ik voldoende shop. Dat ik daar nog even een aparte shop nog van ga opnemen. En dus dan zien jullie dat apart nog eventjes. En eventjes kijken. Het is inmiddels alweer middag geworden. Ik heb best wel een beetje honger. Dus we zijn eventjes foto's aan het maken van deze winkel. Voor een hotspot artikel. En ik denk dat we eventjes gaan lunchen. En het is trouwens echt mega goed weer geworden. Het zou helemaal niet heel warm zijn.
Het waait wel een beetje, maar het is echt super erg meegevallen. Het is zelfs echt gewoon heel erg heet. Dus we hebben echt super geluk. Echt heel erg leuk. Nou, we kregen als tip om bij Kampa 9 langs te gaan. Het is een soort van klein cafeetje waar je ook heerlijk kan ontbijten. Nou, nu zijn we ietsje later, dus we hebben lunch. We hebben lekkere drankjes besteld en een heerlijke sandwich. Dus ik ben heel erg benieuwd. En het ziet er echt super schattig uit hier. Dus we hebben plaatsgenomen aan dit tafeltje met bloemetjes en allemaal verschillende soorten tafels. Nou, onze broodjes en drankjes zijn er. Dit is een lekker broodje met een kipsalade en wat sla en dergelijke. En een heel gezond broodje volgens mij. Moet je eens kijken naar al deze vezels. Wow! Cappuccino. En Serena heeft een bijzonder drankje genomen met warm water, gember, citroen. En rode peper. En, oh ja, rode pepers inderdaad. Dus ik ben benieuwd hoe je dit gaat vinden. Maar het ziet in ieder geval echt super goed uit. Nou, we zijn inmiddels alweer eventjes verder. Ik heb net een ijsje gehaald en we zijn aangekomen bij Nijhaven. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is het hele bekende plaatsje hier met al die gekleurde huisjes aan het water. Echt super gezellig, wel heel erg toeristisch. En ik heb nu net een lekker ijsje gehaald met sea salt, karamel en kokos in een zelfgemaakt hoornje. Dus dat is echt super lekker. En Serena is momenteel eventjes op haar churros aan het wachten. En ik denk dat we zo meteen een restaurantje gaan opzoeken. Niet hier, maar wat verder terug. Serena is hier nu net met haar churros. Ik dacht dat ze chocoladesaus zou hebben. Oh, nee, met suiker. En je hebt net een Deens woordje geleerd? Klopt. Ik heb geleerd dat, zeg maar, sorry. Van sorry, mag ik wil er even langs of zo. Dat je dan. Dat je dan moet zeggen onschool. 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 Ja, van onschuldig. Van het Duitse onschuldigen. Oh. Onschool. Nou, hebben we wat geleerd vandaag. Nou, we hebben net hier aan de kade even ons ijsje opgegeten en de churros. En het is wel lekker hier achter zien bij mijn water. En ik zal jullie ook nog eventjes de gekleurde huisjes laten zien. En die zijn daar. Oh, hier hebben we ook nog gekleurde huisjes. We zijn aangekomen bij restaurant Tolboden. En het gaat zo wat meer omhoog. Rondom het water, echt super gezellig. Het ziet in ieder geval echt super gaaf uit. Een beetje hipsterachtig. Ik hoor ook een beetje lounge muziek op de achtergrond. Dus ja, het ziet er goed uit. Als je binnenkomt, dan staat er een grote soort van bar waar je eten kan bestellen en drinken. En dan krijg je een buzzer mee. Die hebben wij hier. En wanneer deze gaat branden, dan is je eten klaar. En dan kan je het gaan ophalen. En dan kan je gewoon zelf een plekje gaan zoeken aan de vele tafeltjes die hier zijn. En allemaal verschillende tafeltjes. Klein, groot. Je kan echt met grote gezelschappen ook. Dus ik vind het helemaal gaaf. En we hebben echt een prachtig uitzicht hier op het water. En Serena heeft trouwens een witte wijn genomen. En ik heb een rabarbersapje genomen. Even deze proeven. Oh, hier ook. Het is echt mega lekker. Dus misschien wel een soort van nieuwe opzetting. Het eten is hier. Dit heeft Serena besteld. En het ziet er echt gewoon super mooi uit. Ik lust het zelf niet, maar moet je dit zien. Voor de visliefhebbers is dit volgens mij wel een ware hemel. En dan heb ik een lekker stuk vlees. Met wat mais, saus en frietjes. En we hebben ook nog wat stevige brood erbij gekregen. Dus dit ziet er in ieder geval al echt super goed uit. Het is inmiddels een beetje schemerig geworden. En zoals je kan horen, deze steentjes vinden ze niet chill. En we gaan nu weer terug fietsen naar het hotel. If you seek, you will find what you've been searching for. If you read between the lines, we'll open up that door. When the light begins to shine, it will open up your eyes. If I try, I can't deny. Now I come alive. Zo, eventjes de weg nog over. Maar het aangent over het algemeen best wel rustig. Dat was hem. Zoals je kan zien zijn we inmiddels weer terug in de hotelkamer. En het is alweer wat later geworden. Ik moet nog eventjes een diary artikel voor Travel Lab tikken. En ik ga ook zo meteen eventjes lekker onder de douche springen. En ja, morgen is alweer onze laatste dag hier. Dus we gaan er
een leuke dag weer van maken. Hopelijk eventjes wat vroeger opstaan dan vandaag. Want we hebben nog wat andere dingetjes gepland die we graag willen gaan doen. En even kijken, wil je weten wat wij gisteren hebben gedaan? Ga dan eventjes naar travellab.nl. Daar staat de diary al online, die ik dus zo meteen ga typen. Maar die staat daar online. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze dag met ons op stap te gaan hier in Kopenhagen. We hebben in ieder geval echt een super gezellige en leuke dag gehad. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En doe vooral een duimpje omhoog als je deze reisvlog of vlog vrijdag natuurlijk weer leuk vond om te zien. En laat eventjes in de comments achter of je ook wel eens in Kopenhagen bent geweest. Of wat jouw favoriete stad in Europa is. Vind ik heel erg leuk om te weten. En ja, dan zie ik jullie gewoon heel snel weer in de volgende video. Doei!